PSV is op zoek naar aandeelhouders. Drie grote bedrijven zouden ieder zo'n 10% van de aandelen moeten krijgen. Een nieuw avontuur voor de club. De directie van PSV wil niet reageren voor camera. Maar achter de schermen is PSV in gesprek met bedrijven die mogelijk een deel van de club willen kopen. Een goed idee, denkt sportmarketeer Ruud van der Knaap. PSV probeert om eigenlijk aandeelhouders te vinden voor zijn club. Om nieuw kapitaal aan te trekken, om verder te kunnen groeien, om door te kunnen groeien als topsportorganisatie. Sommige clubs die kiezen ervoor om één aandeelhouder te werven, één grote buitenlandse investeerder bijvoorbeeld. Dat zie je bij Vitesse, dat zie je bij ADO Den Haag. Die nemen eigenlijk de club over. En dat neemt natuurlijk wel een heel groot risico met zich mee, een dergelijk beleid. Dus de plannen van PSV zijn eigenlijk heel slim, ook innovatief en realistisch. Nu is de stichting PSV Voetbal de enige eigenaar van PSV. De uitgifte van aandelen zou tientallen miljoenen euro's kunnen opleveren. En dat geld zou dan worden geïnvesteerd in trainingscomplex De Hertgang en het Philipsstadion. Het is een hele goede keuze om dat niet in spelers te stoppen, want dat zijn hele risicovolle projecten. Spelers kunnen geblesseerd raken, spelers kunnen het heel goed of heel slecht doen, waarmee hun waarde in één klap verdubbelt of helemaal verwaterd. En vastgoed, projecten waar PSV aan denkt om in te investeren, die zijn veel duurzamer, veel structureler en daarmee veel minder risicovol dan spelerskapitaal. Het kan voor bedrijven interessant zijn als PSV groeit en de aandelen meer waard worden. Het is niet duidelijk hoeveel zeggenschap bedrijven zouden krijgen over de club. Binnen 2 weken denkt PSV de plannen met het eerste bedrijf te kunnen presenteren.